Giel, wakker worden, wakker worden. Ja, ik ben nu wel wakker, Jesse. Ja, sorry, ik heb wat heel belangrijks te vertellen. Echt? Ik hoorde net voor een villager dat er ergens in de buurt een bos bestaat. En daar groeien gewoon de diamonds aan de bomen. Huh, dan moeten we heen, Jesse. Ja, dan moeten we echt heen. Alleen die moeten we dan wel eerst nog even gaan vinden. Oh, nee. En wist je dat als je op een blauw duimpje omhoog klikt, dat een duimpje ook een diamond wordt? Probeer het maar. 3, 2, 1 en het is gewoon gelukt. En abonneer op mijn kanaal, want iedereen die mijn kanaal abonneert krijgt 1 diamond. En wie houdt er nou niet van diamonds? Ik in ieder geval wel. Giel, de villagers zeiden dat het een magisch bos is en dat die morgen tevoorschijn komt. Wat? Alleen we moeten wel eerst een nacht overleven en we mogen niet slapen. We moeten de nacht overleven. Oké, nou dan moeten we maar eens wat gear gaan maken, Jesse. Ja, ja, kijk, in onze chest zit gelukkig al wat armor. Oh, ja. Die kunnen we meteen aandoen. Daar ben ik wel blij mee. Alleen verder hebben we helemaal niks. Dus we moeten even zwaarder gaan maken, Giel. We moeten tools hebben. Ja. Ik heb al een crafting table. Die zet ik hier neer en dan gaan we even lekker wat hout hakken. Ja, ik ga wat hout hakken, want we moeten natuurlijk wel eerst een pickaxe kunnen maken. En we moeten heel veel hebben. Zeker. Oh, we moeten ook een iron pickaxe hebben, Giel. Want anders kunnen we de diamonds niet hakken. Moeten we ook nog iron vinden. Oh. We hebben er nog druk, Jesse. Ja, we hebben nog heel druk. En de diamonds die blijven niet voor altijd, hè, Giel. Dat is het nadeel. Dan moeten we echt zorgen dat we er op tijd zijn. Ja, het diamondbos is er maar 1 dag. Oké, ik heb een stenen pickaxe, Giel. Dus ik ga nu gewoon heel veel steen hakken, ja? Oké. Zorg jij dat we heel veel sticks hebben, want dan kunnen we tools maken. Dan ga ik steen hakken. Ja, is goed. Oh, ik ben zo benieuwd of we dat diamondbos kunnen vinden. Alleen eerst heb ik even steen nodig. Oh, ik zie daar in de verte al een cave. Oké. Ik hoop dat Giel genoeg hout eet, want ik ga heel veel steen hakken. Want dan kunnen we een zwaard maken. Kunnen we een axe maken. En gewoon heel veel, want we moeten een nacht over. Overleven. Oké, eens even kijken. Ik heb nu 3 steen. We hebben er sowieso 6 nodig voor de pickaxe, want wij moeten natuurlijk iron gaan vinden. En ik moet natuurlijk ook zwaarden hebben. Dus 1, 2, 3 en 4. Oké, ik denk dat dit wel genoeg is. Ik ga weer terug naar Giel. Giel, ik heb steen. Heb jij sticks? Wow, waarom heb je een bootje? Ja, ik dacht ik maak gewoon een bootje. Ik heb zoveel hout gehakt. Ja, maar, kijk, je moet sticks hier, maken, Giel. Sticks. Hier. Ja, ik heb die ook. Oké, dan ga ik tools maken. Je hebt echt heel veel sticks. Oké, ik maak even 2 pickaxe. Voor allebei 1. En eens even kijken. Ik maak ook 2 zwaarden, ja? Want dan kunnen we de nacht overleven. Alsjeblieft. Ja, dit is voor jou. Ja, is goed. Oké. Maar Giel, ik heb geen idee waar we heen moeten. En ik zie daar een bos. Zullen we daar gewoon heen gaan lopen? Misschien komen we wel wat leuks tegen. Oké, Giel. Ik denk dat we hierheen moeten. Mijn gevoel zegt dat ook. Ja, en ik zie hier een soort van paardje, Giel. Wat is dit? Hier staat een bordje. Bos. Diamond bos. En we moeten daarheen. Maar daar is een paardje. Oh, wat gaan we nou doen? Ik denk een bordje volgen, toch? Ja, zullen we gewoon maar een bordje gaan volgen? Ja, laten we dat doen. Wat is hier te vinden dan? Oh, Giel, hier is een village! Een village? Oh. Hallo, village? Is dat misschien daar achter een bos? Ja, dat denk ik wel, Jesse. Maar Giel, het begint al nacht te worden en wij moeten de nacht gaan overleven! Oh, dit wordt zo lastig! En we hebben ook eten nodig, dus laten we deze hele village gaan looten, ja? Oké. Ik neem gewoon alles mee wat ik tegenkom. Ik moet ook wat hebben. Oh, hier hebben we wheat, dat kunnen we natuurlijk ook gebruiken, want dan kunnen we lekker broodjes maken. Gebruiken. Oh, maar heb jij nog een crafting table of heb je die laten liggen? Oh, die heb ik laten liggen, maar ik kan nog wel een nieuwe maken. Ja, Jesse, ik heb het al. Oké. We hebben er nu allebei 1. Ja. En dan doen we dit. En Giel, ik heb 12 broodjes. Ik 15. Haha. Giel, we hebben nu best wel wat eten. Alleen, we moeten ook nog een pickaxe vinden. Misschien hebben de villagers die wel voor ons. Laten we gaan kijken, Jesse. Ja, we moeten iron hebben, dus oké. We gaan gewoon de hele village even looten. Ja. Kijk, ik heb nog superveel hooi gevonden. Ja, dat moeten we ook hebben. Oké, laten we dat ook gaan hakken. Want we moeten wel genoeg eten hebben. Want we moeten een nacht overleven, Giel. Een hele nacht, Jesse. We kunnen ook hier de hele nacht blijven. Want hier zijn niet heel veel mobs. Nee, dat klopt. Maar we moeten ook een beetje het bos verkennen, denk ik, Jesse. Want dat is ook heel belangrijk. Oh ja, we moeten een bos nog vinden. We hebben geen idee waar dat is. En Giel, ik heb een diamond pickaxe gevonden. En heel veel eten. Dit is zo chill. Nee, dit ga ik allemaal meenemen. Oh, dan kunnen we sowieso de diamonds gaan hakken straks. Alleen, Giel, ik denk dat we nog meer loot nodig hebben. Want hierboven zijn nog meer huisjes. Oké, kom, laten we daar ook even gaan kijken. Giel, een zombie! Een zombie! Oh, dat is de eerste zombie! Oké, we moeten de hele nacht overleven, Giel. Ik heb hier weer een huisje gevonden, Giel. Wat staat hier? Laten we naar binnen gaan. Giel, hier staat gewoon een enchanting table! Wat een enchanting table! Maar dat betekent, als we dan de diamonds hebben gevonden, dan gaan we hier terugkomen. En dan gaan we gewoon meteen enchanten, ja? Dan kunnen we gewoon nog betere diamonds maken. Dan kunnen we nog betere diamonds krijgen, ja? Of armor. Wat staat hier nog meer allemaal? Oh, Giel, nog meer eten! Nog meer? Ja, dit gaan we ook meenemen. Dit nemen we ook mee.
Nee, ja, ik denk dat we wel genoeg hebben, hoor. Ik denk dat we echt een bossen moeten gaan zoeken, anders hebben we niet genoeg tijd. Ja, dat is waar, inderdaad. We moeten Giel, het even laten liggen. Skeleton, ga dood alsjeblieft. Wegwees jij. Oh, oké, dat scheelt echt maar niks. Giel, ik zag daar in de verte een heel groot bos. En misschien moeten we wel daarheen, ja? Ik denk het namelijk wel. Ik denk het ook. Maar Giel, één probleempje. Als we daarheen gaan, dan is al het licht weg. En dan zijn er heel veel mobs. Ja, we moeten echt uitkijken. Hier zit ook weer een zombie onder water, Jesse. Giel, je hebt een pijl in je hoofd. Een pijl in mijn hoofd? Je moet wel uitkijken dat je niet doodgaat. En je moet wel blijven eten. Haal hem maar uit, Jesse. Waar ben jij? Nee, dat lukt niet. Ik ga het proberen. Draai je zon, om. Ja. Oh, hij is al weg, Zombie heeft hem weggehaald. Giel, creepers. Giel, ik zie weer een bordje staan in de verte. Dus ik denk dat we goed zitten. Hij ontploft. Giel. Ik zie hier een bordje staan. Oké, wat staat er? Laten we er snel heen gaan, Jesse. Diamond Bos, we gaan de goede richting op. Oh, goed zo, Jesse. Lekker. Giel, alleen moeten we eerst door dit donkere bos heen. Er zijn overal mobs. Ja, echt overal. Giel, zie je wat ik zie daar recht voor mijn neus? Ik zie daar een diamond. Ik zie daar een diamond. Alleen, we zijn hier overal creepers. We moeten echt goed uitkijken. Er zijn zoveel creepers. Ja, ja. Het is niet zomaar een diamond, Jesse. Het is een diamond blok. Oh, betekent... Giel. Ik kan niet eens hakken. Ik kom aan. Giel, kom helpen. Ja. Het is hier zo druk. Oh nee, de creeper moet dood. Giel, ik ben bijna dood. Ik heb anderhalf hartje. Heb je genoeg eten? Ja, ik heb genoeg eten. Alleen jij moet me beschermen. Ik ben bijna dood. Oké. Giel, er komen zombies voor mijn neus. Oké, pak jij de zombies. Ik ga een diamond blok hakken. Ja, die wil ik heel graag hebben. Ik heb één diamond blok. Ik ga er meteen diamonds voor maken, ja? Ja, is goed. We hebben echt diamonds nodig, Jesse. Want we moeten even een zwaardje maken. Giel, achter mij nog een zombie. Maar betekent dit dat we op de goede weg zijn, of niet? Of is dit al het diamond bos? Dit is al het diamond bos. Is het dan? Nee, ik denk het niet. Want verder zie ik helemaal geen diamonds. Maar Giel, kun jij nog een crafting table maken voor mij? We zijn er vergeten mee te nemen. Laten we eerst even snel deze zombies killen. Er zijn zoveel zombies. Zombies, gaan dood! Giel, ik ga je helpen. Zombies, wegwezen. Oké. Gelukkig maar. Giel, we moeten een crafting table maken. Ik maak nog even wat sticks. Wat zit achter mij? Giel, weer een zombie. Leid jij de zombies af, ja? Ik probeer ze te killen. Nog één. Ik ga twee zwaarden maken. Snel, Jesse, snel. Ik kan ze niet allemaal tegenhouden. Giel, ik heb het heel doms gedaan. Ik heb vier zwaarden gemaakt in plaats van twee. Dan hebben we er allebei twee. Kijk, Jesse, we kunnen ze allebei in onze hand doen. Ja, dat ziet er heel vet uit, maar Giel, één ding, als wij de diamond bos vinden, dan maakt het niks uit, dan hebben we zoveel diamonds. Ja, dat is waar, Jesse. Oké, maar ik moet eerst weer even goed eten, ik moet er even levens bij krijgen. Ik denk dat het tijd is om te doorgaan, want de mobs zijn weer weg. Kom, laten we snel doorgaan. Giel, we zijn uit het donkere bos, hier kunnen we eindelijk even weer wat meer zien, alleen het is nog steeds niet dag, Giel. Het is zo lastig om de nacht te overleven, Jesse. Ja, maar het is wel heel vet, we hebben twee zwaarden, we gaan dit makkelijk halen, Giel. Makkelijk. Ik ben wel echt blij dat we al diamonds gevonden hebben. Maar zo stom. We hadden beter armor moeten maken. Als we nu doodgaan, dan kunnen we nooit meer een bos vinden. Spin, ga weg. Giel, ik denk dat wij gewoon die kant op moeten. Want dat heeft het bordje net gezegd. We blijven gewoon alleen maar rechtdoor lopen, ja? Ja, laten we dat doen. Giel, er is een zombie voor mijn neus. Die moet ook dood. Zombie, ga even weg. Giel, allemaal dood, Jesse. Giel, het begint al bijna dag te worden. Wacht, ik heb een heel goed idee. Laten we hier gewoon onszelf even insluiten, zodat we niet doodgaan, ja? Heb jij nog hout, Giel? Zeven planks nog. Meer je hebt nog zeven planks. Zombies achter zombies achter jou. Giel, misschien zitten we wel al in het diamond bos en wordt er straks allemaal diamonds als het dag wordt. Ik hoop het, Jesse. Ja, ik hoop het ook. Heb jij nog hout voor mij of niet? Nee, dit was echt alles. We moeten even een heel klein snel huisje maken waar we met z'n tweeën in kunnen zitten, Snel. Maak gewoon twee hoog. Dit is heel klein. Ja, we maken nog twee hoog. Ik denk dat we hier moeten wachten, Giel. Hoppa. Ja, oké, Giel, we gaan hier gewoon wachten totdat de dag is. Giel, heb jij een beetje kunnen slapen? Ik niet, ik ben heel zenuwachtig. Ik ben de hele nacht wakker geworden, Jesse, maar het is wel op dag. Maar het is dag, dus dat betekent dat we een diamond bos als goed nu kunnen vinden. Alleen, ik zie nergens diamonds. Misschien zijn we helemaal niet de goede kant op gegaan. Misschien moeten we even doorlopen. Giel, ik zie dan wat blauws. We zien dan gewoon bomen met diamond blocks. Dit is niet normaal, Jesse. Want dit zijn er echt superveel. Giel, we moeten heel snel hakken, want zodra het nacht is, zijn alle diamonds weer weg voor altijd. Oké, we moeten echt super snel zijn. Giel, heb jij een bootje nog of niet? Nee, die heb ik laten staan misschien. Oké, dan gaan we wel zwemmen, We moeten heel snel zijn. Is goed. Giel, kijk dan hoeveel diamonds.
coins dit zijn? Echt niet normaal. Ik heb nog nooit zoveel diamonds bij elkaar gezien. Maar Giel, hoeveel gaan we hakken? We kunnen zoveel vette dingen doen straks met al die diamonds. Ja, zeker. Oh, Giel, gaan we straks een diamond huisje maken? Ja, een diamond huis. Dan zijn we de rijkste van heel Minecraft. En dan moeten we straks terug naar de village en dan kunnen we enchanten. Ja. We kunnen zoveel vette dingen doen. Alleen, ik ben maar level 4. Dat is wel een beetje jammer. Ja, ik maar level 5. Dus dat wordt inderdaad wel een dingetje. Maar we kunnen wel wat enchanten, Jesse. Ja, nee, weet ook nu gewoon doen. Ik ga heel veel blokken hakken. Ik heb gewoon een 10 diamond blokje, Giel. 10? Oh, Jesse, ik ga ook hakken. Maar jij hebt toch helemaal geen iron pickaxe? Jawel, die heb ik ook gevonden in de village, Jesse. Er lagen er superveel, Maar hoeveel blokjes hebben we wel niet nodig? Ik denk echt heel veel, Giel. Als we een huisje... Willen we een klein huisje maken of een groot huisje? Ik denk gewoon wat we nu hebben. En ik heb al 3 stacks diamonds. En we zijn net aan het hakken. Oh, dit is echt niet normaal, Jesse. Wij worden echt zo rijk. We worden echt de rijkste spelers in Minecraft ooit. En Giel, ik geef iets verder het bos in. Want sommige bomen zijn wel van diamond en sommige niet. Oh, nee. Ja, weet je, er zijn in ieder geval genoeg bomen die wel van diamond zijn. Maar het is wel een klein bos, want daarachter is het gewoon weer normaal, hè? Echt? Ja, Giel, we moeten echt snel gaan hakken, want straks gaat het allemaal weer weg. Oh, Giel, ik heb gewoon echt al heel veel diamonds. Ik heb er echt veel te veel. Dit gaan we nooit opkrijgen allemaal. Ik heb er ook veel te veel. Wil je het zien? Ja, hoeveel heb jij er, Giel? Kijk. Wat? Maar hoeveel heb je al? Nee, ik heb 1, 2... We hebben gewoon echt niet zo'n 4 stack diamond blocks, Giel. Echt niet normaal. Oké, maar Giel, we moeten voordat de nacht wordt... moeten we weer terug zijn, want anders zijn de diamonds weer weg voor altijd. Oké, laten we snel naar huis gaan. Ja, laten we trouwens heel snel naar de village gaan, want dan kunnen we snel enchanten. Ja, dan moeten we echt heel snel zijn, Jesse. Dan moeten we wel rennen. Gelukkig is er nog dag. We gaan gewoon weer naar het bos. Giel, volgens mij is het deze kant op. Maar ik zie de village alweer in de verte. Oh, goed zo. Kom snel, Jesse. Maar dan zijn we zo... Zo veilig op dit moment, Giel. Ja, dat is echt ziek. In de village was super veel licht. En daar stond ook nog een crafting table. Dus gaan we meteen diamond armor maken. Want let's go. Die van ons is nu wel mooi. Heeft mooie kleurtjes. Alleen het is niet heel erg goed, Giel. Nee, klopt. Oké. Waar is die crafting table? We moeten hem even snel vinden. Volgens mij staat de crafting table hier voor ons neus. Bij de farm stond die volgens mij. Ja, dat klopt. Hallo, ik heb hem gevonden. Hallo, villager. Wij zijn heel erg rijk. En jij niet. Oké, we kunnen armor maken. Dus ik begin met... een chestplate. Oh, heb je open diamonds? Ja. Alsjeblieft. En dan maak ik even een broekje. En dan maak ik een helmpje. Giel, kijk eens wat ik nu ga doen. Wat ga je doen? Oh, kijk. Ik heb volledig diamond armor. Nee. Wat? Je hebt mijn schoentjes alleen gepakt. Maar ik maak mijn nieuwe, want we hebben toch zoveel, Giel. En kijk, dan maak ik meteen even een pickaxe erbij. En ik maak gewoon even een axe. Hoppakee. Giel, mijn diamonds zijn bijna op, hè? Meen je dat? Nee, natuurlijk niet. Ik heb er echt nog heel erg veel. Maar Giel, zullen we gaan enchanten? Ja, laten we gaan. Oké, Giel, zodra ik kom bij de enchanting tafel. En ik ga gewoon, weet je wat, wat ga ik doen? Ik ga mijn zwaard doen, Jan. Giel, ik heb geen lapis lazuli. Oh nee, dat moeten we nog vinden dan. Moeten we vinden, maar als die een enchantment tafel is, dan moet het toch ook sowieso in de finish liggen? Weet je wat, Jesse? Ik kijk dit huis. Ja, ik ga hier kijken. Oké. Hier binnen ligt helemaal niks. Kijk hier. Heb je het nu al gevonden? Ik heb een stack. Ja, kijk hier. Heb je het meegenomen? Hier, neem de helft. Oké, dankjewel. Oh, dan kunnen we enchanten, Giel. Alleen, we zijn alleen maar level 4. Maar boeien, het gaat gewoon om het idee. Hoppakee. Ik heb sweeping edge. En ik ga ook een schep doen en een breaking 1. Oké, dit is niet heel erg goed. Maar Giel, laten we maar gewoon terug naar ons huisje. En laten we dat helemaal van diamond gaan maken, ja? Oké, Giel, zijn we aangekomen bij de huisjes. En hoeveel diamonds heb jij? Of heb ik alles op dit moment? Ja, jij hebt alle diamonds, Jesse. Oh, kijk. Hier heb je lekker wat diamonds. Dan kan je gaan bouwen. Ik denk, Giel, dat we gewoon de muurtjes hier, die moeten we gewoon helemaal van diamond gaan maken. Gewoon, die muurtjes zijn echt heel lelijk. En ik heb een diamond axe. Dus lekker al het hout is heel snel weg. Die ga ik ook maken, Jesse. Heb je er nog niet gemaakt dan? Nee, ik heb alleen nog maar een zwaard. Ik heb wat hout, dan kan je sticks maken. Ja, top. Helemaal fijn. Dankjewel. Giel, kijk dan hoe vet dit er al uitziet. Kijk dan. Dit wordt zo vet, Jesse. Wij worden de rijkste Minecraft-spelers ooit. Giel, wat lief dat je mij aan het helpen bent met mijn huisje. Maar je kan ook je eigen huisje maken, hè? Ja, maar Jesse, dit is jouw huisje. Ik dacht dat het mijn huisje was. Je ziet dat het rood is. Dit is mijn huisje, Giel. Ik ben zo dom. Ik zag het gewoon niet goed. Maar, Giel, mijn huisje is helemaal klaar. Helemaal voor diamonds. Oh, wat? Dat is echt zo ziek. Maar kijk, we hebben hier ook een pad. En kijk, dit pad, dat is allemaal gravel. Gadverdamme. Ik denk dat we gewoon een diamond pad moeten maken.
maken, Giel. Dat denk ik ook, Jesse. Ja, het moet allemaal veel mooier worden. Alles moet van diamonds. Alles moet van diamonds. Dus oké, ik ben heel benieuwd hoe jouw huisje er straks uitziet. Maar eerst ga ik hier overal even lekker diamonds plaatsen. Zo. Ja, Giel, dit begint heel erg mooi te worden. Mijn huisje begint er ook zo vet uit te zien. We zijn zo rijk, Jesse. Oh, oké, Giel. Ik ga jouw lanterns ga ik even stelen. Ik hoop niet dat je dat erg vindt, maar ik heb een leuk idee. Kijk, ik ga je namelijk gewoon een paal maken. Zo. Oh. En dan, wacht, hij moet nog eentje hoger. Zo. En dan hier. En dan doe ik het hier ook. Even kijken, hoor. 1, 2, 3... Wow, vier. Wat? Ja, kijk, dit is vet, hè. Kijk, daar hebben we gewoon lantaarnpalen van diamonds. Oké, Giel, laten we jouw huisje ook even gaan afmaken. Ja, laten we dat doen. En Giel, jouw huisje is ook gewoon helemaal klaar. Oh, kijk hoe vet dit eruit ziet van binnen. Dit is zo ziek. De vloer moeten we ook nog een keer van diamonds maken. Maar voor nu vind ik het wel even heel mooi. We zijn de rijkste spelers in Minecraft ooit, Giel. Maar dat was de video. Klik even op een van deze andere video's. Want die wil je ook zeker niet missen. Want ze zijn echt heel erg leuk. En ze gaan elk moment weg, namelijk in 3, 2, 1. Je moet nu klikken.